Gemeente, hoe moeten we de tijd zien waarin we leven? Met alle problemen die er zijn, met alle zorgen en noden. De oorlog die nog altijd woedt in de Oekraïne. De problematiek van de asielzoekers. Het klimaat. Wat zou Amos gezegd hebben? Een van de zogenaamde kleine profeten. En daarmee wordt niet bedoeld dat het onbelangrijke profeten zijn, alles behalve dat. De profeten Hosea tot en met Maleachi noemen we kleine profeten. In vergelijking met Jesaja, Jeremia en Ezechiël zijn hun nagelaten profetieën gering van omvang. Maar daarmee niet minder belangrijk. Wat zou Amos gezegd hebben? En dan staat achter Amos de Heere zelf. Want hij was als profeet door God geroepen. Nou, we weten wat hij gezegd heeft. Zal er een kwaad in de stad zijn dat de Heere niet doet? Uiteindelijk heeft de Heer alles in zijn hand. Achter al die kwade, zo zegt Amos, zit de Heere zelf. Dat neemt de verantwoordelijkheid van mensen niet weg. Maar het laat ons zien, de Heere regeert. En dan komt de Heere met oordelen, opdat wij ons bekeren. Dat is de bedoeling. Dat was vroeger de bedoeling. Dat is nog altijd de bedoeling. Mensen zeggen wel eens, joh, de Bijbel. Dat is een boek uit lang vervlogen tijden. Er is inmiddels zoveel veranderd. Er zijn tal van zaken veranderd, maar weet je wie er niet veranderd is? God zelf. Ik, de Heere, word niet veranderd, dat lees je bij Maleachi. God is nog altijd heilig. Jesaja, toen die werd geroepen tot profeet, hoorde dat de engelen uitroepen. Heilig, heilig, heilig. Is de Heere der Heerscharen, de Heer is niet veranderd. En wij zijn van huis uit nog altijd onheilig. En hebben bekering nodig. Eng is de poort. En nauw is de weg. Die leidt naar het eeuwige leven. Het is niet zo in verloop van tijd, joh, die weg wordt wat breder. Die poort wat minder nauw. Nee, dat was vroeger zo en dat blijft nog zo. Eng is de poort, nauw is de weg. Die leidt naar het eeuwige leven. Maar dan geldt ook nog altijd het appel, strijd om in te gaan. Amos heeft de oordelen van God geduid. Dat was de taak van profeet om de geschiedenis te duiden. Wat is er allemaal aan de hand? Gewisselijk, de Heere, Heere zal geen ding doen, dat lees je in Amos 3 vers 7, terzij dat hij zijn verborgenheid aan zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebben. De profeten mochten als het ware in de raadzaal van God komen, in de hemelse raadzaal van God, en die mochten aanhoren wat God van plan was.
wat Gods bedoelingen waren. En dat hebben ze aan het volk doorgegeven. Nou zijn er onder ons in strikte zin van het woord geen profeten meer. Het ambt van een profeet, net als van een apostel, is een buitengewoon ambt. Wij hebben nog altijd herders en leraars, ouderlingen en diakenen. En wat is hun taak? Het profetische en apostolische woord uit te leggen. We hebben het profetische woord dat zeer vast is. En we doen wel als we daar acht op slaan, omdat het een licht is dat schijnt in een duistere plaats. We hebben de Bijbel gekregen omdat we zouden weten wie God is, wie wij zijn en wat Gods bedoelingen zijn. En dan zijn er vele dingen die gaan ons begrip te boven. Maar hoe kijken we tegen de dingen aan? Hoe kijken we tegen onszelf aan? Hoe kijken we tegen die dingen aan die er gebeuren? Dan is Gods woord bedoeld als een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad. Dan kunnen mensen vragen, hoe weet je dat? En dan mogen we antwoorden, dat staat in de Bijbel. Dat laat trouwens zien dat we nooit te veel Bijbelkennis kunnen hebben. Je hebt het altijd nog te weinig. Hoe verminder je je kennis van de Bijbel? Door er een vaste gewoonte van te maken, door als vaste gewoonte te hebben, de Bijbel elke dag te lezen. En je kinderen daar al heel jong in voor te gaan, zo gauw ze kunnen lezen, geef ze een Bijbel. Dat ze die zelf gaan lezen. Amos heeft het volk gewaarschuwd en dan waren zijn profetieën in het bijzonder gericht tot het tienstammenrijk. Amos zelf kwam uit het tweestammenrijk, dat weten we toch, Israël viel na de dood van Salomo uiteen in het tweestammenrijk en tienstammenrijk. Amos zelf kwam uit Tekoa, Juda, het tweestammenrijk. Maar zijn profetieën waren met name gericht tot het tienstammenrijk. Dat heeft hij opgeroepen tot bekering. En dan is hij als een zwartkijker gezien. Dat was hij niet. Hij zag achter de oordelen die het volk troffen, de rampen, de slaande hand van God. En hij heeft gezegd, het is de bedoeling dat jullie je bekeren. Zoek de Heere en leef. Zoek mij en leef. Ja, dat de oordelen de omliggende volkeren zouden treffen. Daar keek men in die tijd niet veel vreemd van op. Dat waren tenslotte heidenen. Maar uit de profetieën van Amos krijgen we het gevoel dat het volk van Israël dacht, de oordelen gaan ons voorbij. Als straks de grote dag des Heren komt, dan zal dat voor ons een dag van licht zijn. Een dag van louter glans. Nou, heeft Amos gezegd, als jullie je niet bekeren, zal het een dag van duisternis zijn en een dag van donkerheid. En dan spreekt onze Heere Jezus Christus over de buitenste duisternis. En dan kunnen we niet zeggen, joh, als je naar de kerk gaat, als je gedoopt bent, en al helemaal als je in avondmaalgangen bent, dan hoef je er absoluut niet over in te zitten dat je op die plaats terechtkomt.
Nee, bekering is nodig en een levend geloof. Amos die profeteerde tot het 10-stammenrijk. En dan heeft hij geprofeteerd ten tijde van Jerobeam, koning van het 10-stammenrijk, en Uzzia, koning van het 2-stammenrijk. Ja, en daar moeten we wel iets meer bijbelkennis hebben. Dan is deze Jerobeam uiteraard niet de eerste koning van het 10-stammenrijk. Die droeg ook de naam Jerobeam, maar we zijn inmiddels een aantal eeuwen verder. We zijn in de 8e eeuw voor Christus. Daarom wordt deze Jerobeam ook wel Jerobeam de tweede genoemd. Feitelijk is Amos de eerste profeet van wie we een geschrift hebben. Zijn optreden viel nog voor dat van Hosea. Waarom gaat Hosea toch voorop? Wellicht omdat zijn profetieën toch nog iets omvangrijker zijn. En inhoudelijk zijn er tal van overeenkomsten tussen Hosea en Joël. Vandaar dat die voorop gaan, dat lijkt de verklaring te zijn. Dat moet wel de verklaring zijn. Maar Amos is de eerste profeet van wie we een geschrift hebben. De eerste schriftprofeet. Hij profeteerde ten tijde van Jerobeam de tweede. Uiterlijk was dat voor het 10-stammenrijk een bloeitijd. Gebieden die verloren waren gegaan onder de voorgangers van Jerobeam de tweede, werden terugveroverd. Ja, uit Amos 1 blijkt dat de omliggende volkeren oorlogsmisdaden hadden begaan. En God kwam met zijn oordelen. Zwangere vrouwen waren opengesneden. Ja, zulke dingen had Israël niet op zijn geweten. Maar toch het recht struikelde op de straten. En dan heeft Jesaja er met name de vinger bij gelegd dat de rijken er alleen maar op uit waren zichzelf te verrijken. En dat het volk, en dan dacht hij met name aan de elite, ongehoorzaam was aan Gods bevelen. Zorg te hebben voor de armen in nood. Godsdienstig leek het heel wat te zijn. Men bracht offers. Men hield de feesten. Men zong de psalmen. En weet je wat Amos kon zeggen? In naam des Heren, doet getier van uw liederen van voor mijn aangezicht weg. En ik haat uw feesten. Want het is enkel uiterlijk vertoon. En in dit kader staat er dan, de leeuw heeft gebruld. Amos 3 vers 8. Wie zou niet vrezen? De Heere, Heere heeft geprofeteerd, heeft gesproken. Wie zou niet profeteren? Allereerst de leeuw heeft gebruld. Wie zou niet vrezen? En op dat eerste zinsdeel is mijn eerste gedachte gebaseerd, de eerste gedachte uit deze preek, hoe het volk moest reageren op de oordelen des Heren en de prediking van Amos. Amos, die heeft een aantal vragen gesteld in het voorafgaande. Als twee te samen wandelen, dan zijn ze bij elkaar gekomen. Als een leeuw brult in het woud, dan heeft hij roof. Als een jonge leeuw uit zijn hol zijn stem verheft, dan heeft hij wat gevangen. Als een vogel in een strik op de aarde valt, dan is er een strik. Als er
in de stad op de bazuin geblazen wordt, is het de bedoeling dat het volk gaat sidderen. En als er een kwaad in de stad is, dan moet je concluderen dat de Heere dat doet. 7 vragen, dat getal zal niet toevallig zijn. En in 6 van de 7 gevallen gaat de profeet van het gevolg naar de oorzaak. Als twee te samen wandelen, het gevolg, dan is de oorzaak. Ze zijn alleen bij elkaar gekomen. Als het zo is dat er een kwaad in de stad is, het gevolg, dan is de oorzaak, God heeft het gedaan. In 1 geval, de leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? Zal de bazuin in de stad geblazen worden dat het volk niet sidderen? Dan gaat het van de oorzaak naar het gevolg en daar komt de profeet later op terug. Als de bazuin in de stad geblazen wordt, dan is het de bedoeling dat het volk siddert. 7 vragen en dan in vers 8, we slaan vers 7 even over, dan nog een keer 2 vragen. De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? Die leeuw, dat is de Heere zelf, dat is een aanduiding van de Heere zelf. De Heere wordt hier voorgesteld als een brullende leeuw. Die de zonde niet ongestraft laat. En wat is dan de bedoeling? Als het gaat om datgene wat ons overkomt in het leven, zorgen. Maar het geldt tenslotte ook van zegeningen. En als we het woord van God horen, wat is dan de bedoeling? Dan is dit de bedoeling dat we diep ontzag krijgen voor God. De leeuw heeft gebruld. Wie zou niet vrezen? In het vervolg moet Amos klagen, Amos 4, dat het volk zich niet bekeert tot de Heer. En juist daarom komt hij nog indringender met het appel: zoek toch de Heer en leef. Amos wenste zijn tijdgenoten te bewegen tot het vrezen van de Heer. En ik mag eerlijk zeggen, dat is ook mijn bedoeling. Het vrezen van God, dat wil zeggen, we gaan ons voor God verootmoedigen. We belijden aan God onze schuld. We gaan God om vergeving vragen. En als we dan mogen weten, daar is de Bijbel ook niet onduidelijk in, dat er bij God vergeving is, dan wil het vrezen van de Heere niet alleen zeggen dat we diep ontzag hebben voor God, maar ook dat we de Heere lief gaan krijgen. Dat is toch een psalm die de kinderen ook kennen. Wie heeft lust, wie heeft er zin in, de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leer hoe die wandelen moet. De leeuw heeft gebruld. Wie zou niet vrezen? God komt met zijn oordelen. Niet alleen tot de omliggende volkeren, maar juist ook tot Israël. En als ik de lijn doortrek naar onze tijd als mensen die nergens aan doen, niet luisteren naar Gods bevel, is dat heel verdrietig. Heel verdrietig. Maar mensen weten niet beter. Dat ligt voor ons anders. Dat lag toen ook voor Israël anders. Vandaar staat er in Amos 3 vers 2: uit
alle geslachten des aardbodems heb ik u alleen gekend. Daarom zal ik al uw ongerechtigheden over u bezoeken. Het is heel erg als mensen niet in Gods wegen wandelen. Maar als hen er nooit op gewezen is, tot op zekere hoogte, met de nadruk tot op zekere hoogte, zijn ze dan te verontschuldigen. Dat gold niet voor Israël toen. Dat geldt evenmin voor ons nu. We weten de weg. En wat is dan de bedoeling? Dat we de weg gaan bewandelen. De smalle weg. Die leidt naar het eeuwige leven. Dat we ingaan door de enge poort. Die toegang biedt tot het nieuwe Jeruzalem. Het is geen psalm, het is een gezang, een heel mooi gezang naar mijn overtuiging. Het sluit aan bij psalm 25, wie heeft lust de Heer te vrezen, het zal ons nooit berouwen. De keuze van het smalle pad. Als we de Heere leren zoeken, dan krijgt ons leven echt zin, bestemming en bedoeling. Zoek mij en leef. Worden dan alle zorgen weggenomen? Dat zou ik bepaald niet willen beweren. Maar hoe donker ooit Gods weg mag wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Amos heeft voorzegd en voorzien dat het volk in ballingschap terecht zou komen. Maar weet je wat hij ook voorzegd en voorzien heeft? Dan kom je aan het slot van Amos. Dat God de gevangenis van zijn volk Israël wenden zal. Zoek mij een leef. Welke oordelen en zorgen in dit leven ons ook treffen. Hoe donker ooit Gods weg mag wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Dan mag gelden, na de dood is leven mij bereid. God neemt me op in zijn heerlijkheid. Als dan de jongste dag aanbreekt, dan zal het, als we de smalle weg bewandelen, geen dag van duisternis zijn. Dan zal het toch echt een dag van licht zijn. En dan mogen we hier dan de voorsmaak al van hebben. Zoek mij een leef, dat je de voorsmaak van het eeuwige leven in je ziel mag voelen. De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? Nou, dan denken we aan de boodschap van de Bijbel. En in het licht van de Bijbelse boodschap kijken we naar de dingen om ons heen. We zijn op reis naar de rechterstoel van Christus. We horen van oorlogen, van geruchten van oorlogen, noem maar op. De dag des Heren komt steeds dichterbij. Hoe lang zal het nog duren? Het zal vandaag echt niet zijn, hoor. En vandaag ook nog niet. Het zal een dag zijn zoals andere dagen. En ineens is het zover. Is dat erg? Als je erop voorbereid bent. De leeuw heeft gebruld. Wie zou niet vrezen? Wat is de bedoeling? Dat wij de Heere gaan zoeken en vrezen. En dan zeg ik nog een keer, dat wil zeggen, je verootmoedigt je voor de Heere. Je vraagt om vergeving. En je bent er ook van overtuigd, dat is er. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst. Oneindig groot, ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? En nu de Heere, Heere heeft gesproken, wie zou niet profeteren? Mijn eerste gedachte was dat het zo is, dat het volk op de oordelen des Heren en op de prediking van Amos moest reageren met waarachtige bekering. Dat vroeg de Heer.
En nu de tweede gedachte waarom Amos niet anders kon dan profeteren. De Heere heeft gesproken. Wie zou niet profeteren? God had tot hem gesproken. Alzo zegt de Heere. De Heere was met zijn woord tot hem gekomen. Hij kon het niet voor zichzelf houden. Als je naar het Nieuwe Testament gaat, dan denk je aan de apostel Paulus. Die is wel op een hele bijzondere wijze tot apostel geroepen. Hij werd geroepen. En tot op die tijd was hij een vervolger van de gemeente des Heeren. Maar vanaf dat hij geroepen werd, hij kon niet meer zwijgen. Wee mij, zei hij, als ik het evangelie niet zou verkondigen. Dat kon hij niet laten, dat wilde hij niet laten en dat durfde hij niet te laten. En je ziet onder de oude bedeling precies hetzelfde bij Amos. De Heere hier heeft gesproken. Dat mag ik niet voor mezelf houden. Wie zou niet profeteren? En dan is het niet zonder betekenis dat van Amos gezegd wordt dat hij een veeherder, waarschijnlijk kan je beter vertalen, een veefokker was, uit Tekoa. Ten onrechte wordt het wel eens zo opgevat. Jut was maar een onbestudeerde man. Hij had er niet voor geleerd. Nee, dat is in dit verband niet de bedoeling. Het woord wat gebruikt wordt, slaat op een veefokker van groot vermogen. We zouden zeggen een groot grondbezitter, een baron. Het wordt in het Oude Testament maar twee keer gebruikt. Voor Amos en voor de koning van Moab. Dat was ook zo'n veefokker. Nou, dan begrijp je wel, dan zit je bij de bovenlaag van de bevolking. En waarom onderstreept Amos dat dan? Die wil zeggen, mensen, ik heb het geld niet nodig. Het is niet zo dat ik ga profiteren om in mijn onderhoud te voorzien. Ik kan heel goed in mijn onderhoud voorzien. Ik heb echt geen geld nodig. Ik heb een grote boerderij, om er zo te zeggen. Ik hoef het niet voor mijn geld te doen. Dan spreken we wel eens over broodprofeten. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Je wordt ervoor betaald. En je zegt de dingen die de mensen die jou betalen graag willen horen. Nou, dat is een gevaar waarvoor een predikant bewaard moet worden. En dan weten we, de arbeider is zijn loon waardig. In dit verband is Amos eerder uitzondering dan regel. Maar Amos wil onderstrepen, ik doe het niet voor geld. Ik heb geld absoluut niet nodig. Want ik ben een vermogend man. Ik doe het alleen maar omdat ik mij gedrongen weet te doen. Omdat de Heere het mij heeft opgelegd. De Heere hier heeft gesproken. Wie zou niet profeteren? En dan kan het niet toevallig zijn dat Amos heel nadrukkelijk spreekt over de Heere hier. Dat hij de twee belangrijke namen van God uit het Oude Testament bij elkaar noemt. En wij zien in de vertaling alleen het verschil in schrijfwijze. Heere met alleen een hoofdletter aan het begin. En die naam duidt erop, God is allerheere Heer. Hij is de bezitter van alle dingen, hij is de schepper van alle dingen. En dan de naam Heere met allemaal hoofdletters. In het Hebreeuws een naam die heel anders klinkt dan de eerste naam. Het is Gods eigen naam. Ik ben die ik ben. Ik ben niet anders dan ik me voordoe. Mensen kunnen zich anders voordoen dan ze zijn. God is zoals die is. En in de naam van die God sprak de profeet
Amos. Ja, wij kunnen dat ook horen. Jo, er is geen God. Zou er wel een God zijn? Nou, als het gaat om de afgoden, dan kunnen we dat gelijk toestemmen. Die bestaan echt niet. Die goden zijn er niet. Maar één God, die bestaat echt. En dat is de levende God, de waarachtige God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. De Heere, Heere heeft gesproken. Wie zou niet profeteren? En dan kunnen we een lijn trekken van profetie naar prediking. Ik zei al, in de strikte zin hebben wij geen profeten meer. Wij hoeven niet uit te zien. We mogen niet eens uitzien naar nieuwe openbaring. We hebben het hele woord van God. Wat is wel de bedoeling? Dat dat woord ons krachtig en indringend verkondigd wordt. En dan kan wel eens gezegd worden, joh, die prediker heeft iets van een profeet. Het lijkt wel een profeet, joh. Zo krachtig als die het woord van kan verkondigen en ook toepassen. Op zijn hoorns, op de tijdsomstandigheden, dat is de bedoeling. Echte prediking is niet alleen uitleg, nou ja, dat staat er nou allemaal. Natuurlijk moet een tekst goed uitgelegd worden, maar ook toegepast. Weet u wat ook waar is? Een predikant moet een tekst toepassen, ik moet het doen, maar weet u wie het ook moet doen? U. Dat je het toepast op jezelf. Het gaat over mij. En dan hebben en predikanten en hoorders de Heilige Geest nodig. Dat die het toepast. Want anders doe je het nog weer net verkeerd. Dan maak je de foute toepassingen. Daarom moet ons allerbeter zijn, zend Heer uw licht en waarheid neder. De Heer hier heeft gesproken, wie zou niet profeteren? En Amos kwam niet met een boodschap waarmee hij zijn hoorders vleide, alles behalve dat. Maar hij kwam met zo'n indringende boodschap van bekering, oordeel, maar toch ook genade, omdat hij het eeuwig heil van zijn hoorders op het oog had. Daarom zei hij ook, ik ben geen broodprofeet. Ik doe het niet om er zelf beter van te worden. Hij had de eer van God en het heil van Israël op het oog. Wat is het dan van groot belang dat in de prediking al de raad van God uitgelegd wordt. Ik heb het als docent wel meegemaakt. Als ik kritiek had op een proefpreek, dat een student zei, ja, dan heb ik gewoon mijn tekst uitgelegd. Een van de dingen die je dan kan opmerken is, maar hoe ben je tot de keuze van deze tekst gekomen? Natuurlijk, de tekst die het onderwerp van de prediking is, moet uitgelegd worden. Maar het wordt heel bedenkelijk als bepaalde woorden uit het woord van God nooit aan de orde komen. Dat wel zonde bestraft worden, maar de zonde van een dorp verder, van een ander kerkverband. Dan gooi je gauw hoge ogen. De bedoeling is dat een prediker de mensen die voor hem zitten aanspreken. En dan geef ik een heel treffend voorbeeld uit de geschiedenis. John Wesley. En eerlijk gezegd, als het gaat om zijn leerstellige inzichten, dan moet je op een aantal punten vragen stellen bij Wesley. Hij was geen onverdachte Calvinist, bepaald niet. En toch wel een onverschrokken prediker, hij moest eens voor een hooggeplaatst publiek spreken. Bankdirecteuren, mensen van de hoge adel. Wat zou zijn tekst zijn? Weet je wat zijn tekst was? Wee u gij aderige broed. Wie heeft u aangezegd te ontvlieden de toekomende toorn? Hij legde zijn tekst uit, die tekst. En die paste die ook toe.
Na afloop zei een graaf of een hertog. Ja, er is er toch een wat gespannen stemming, dat kan je begrijpen. Meneer Wesley, was dit niet meer een tekst voor een achterhuis? Staat in de Bijbel natuurlijk. Maar dit is toch meer iets wat in een achterhuis past. En niet voor de mensen die u nu voor u had. En toen heeft Wesley geantwoord. Lord, en zo spreekt iemand van de hoge adel aan. In een achterbuurt plegen mensen te weten dat ze adderen gebroed zijn. Maar ik ben bang dat jullie het nog niet weten. En dat moet je weten. Om verlost te worden van de toekomende toorn, om te leren smeken. Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Weet je wat Wesley ook zei? Als ik in een achterbuurt preek, dat deed hij ook. In achterbuurten preken. Dan preek ik vaak over teksten als, zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Of, al zo lief heeft God de wereld gehad. Wet en evangelie. De wet op dat mensen zich schuldig kennen. En als we dan de vraag stellen, wat moet ik doen om zalig te worden? Uiteraard, dan is het wel de bedoeling dat we ook het antwoord horen. Er is genade bij God voor de grootste der zonden. Aan de ene kant probeert een duivel de mensen zand in de ogen te strooien. Joh, het loopt allemaal zo vaak hier. God aanvaardt ons zoals we zijn. Of, ja joh, wij hoeven niet op Gods rechterstoel te zitten. Er staat natuurlijk wel, wie de zoon heeft, heeft het leven. En wie de zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Maar misschien valt het allemaal wel heel hard mee. Nee, we moeten ervan uitgaan dat God oordeelt zoals hij het ons heeft verteld. Wij hoeven het oordeel niet uit te voeren. Maar wij kunnen wel zeggen, joh, deze normen zal God hanteren. Hoereerders, overspelers, die bij mannen leggen, geldgierigen, ze zullen het koninkrijk Gods niet werven. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Dan probeert een duivel de mensen zand in de ogen te strooien. Het zal echt zo waard niet lopen. Of, als we met onze schuld gaan worstelen. Ja, maar je denkt toch niet dat het voor jou nog kan? En dan mogen we met heel veel nadruk zeggen. Dan ga ik even naar een andere profeet, Jesaja. Al waar u zonder scharlaken. Ze worden wit als sneeuw. De wet kan nooit scherp genoeg gepreekt worden. We staan alles schuldig. Het evangelie kan nooit ruim genoeg gepreekt worden. Wie de Zoon van God aanschouwt en gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dan moeten we niet wachten tot we geschikt zijn. Dat worden we nooit. Dan geldt, kom met al je noden en met al je zonden. Dan kan het gebeuren dat de mens zich de vraag stelt, maar heb ik er wel voldoende last van? Niet wachten tot zover is. Maar dan ook met die nood naar de Here toe gaan. Heer, als ik er nou te weinig last van heb, wil u geven dat ik er meer last van krijg? Het beste is overigens dat we ziende op Christus, dat is niet alleen het beste, dat is juist de bedoeling, bedroefd worden naar God. Want echt last hebben van je zonde, kan je pas zeggen als er droefheid is naar God. En echte droefheid naar God kan er nooit zijn, zonder dat je weet en proeft, bij God is vergeving. Nou, dat is de boodschap van heel de Bijbel, zoek mij en leef. Blijf niet die je bent. Denk niet dat bekering wel voor anderen nodig is, maar niet voor jou. Ook al zou je uiterlijk onbesproken zijn. Innerlijk kunnen we niet voor God bestaan. En als ik dan nog een voorbeeld mag nemen, opnieuw uit de kerkgeschiedenis van het Verenigd Koninkrijk.
Dan gaan we naar een kleine gemeente in Wales. Daar was een veelbelovend artspredikant geworden. Die had zijn loopbaan als arts beëindigd. Martin Lloyd-Jones. Hij werd predikant in een verlopen gemeente. Een gemeente in verval, in allerlei opzichten in verval. Uiterlijk en innerlijk. En de Heere ging daar werken. Er kwamen mensen tot bekering. Die enkele kinderen van God die er nog waren, toen die kwam, wat waren die verblijd dat ze deze dingen mochten horen. En mensen uit de wereld kwamen tot bekering. En toen is het volgende gebeurd. De vrouw van Maarten Lloyd-Jones stopte uit de bus. En zo'n oud, godvrezend vrouwtje ging de bus in. En die zei, mevrouw, we worden zo gezegend onder de prediking van uw man. Maar bent u een christen? En daarmee bedoelde ze, bent u nou getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbare licht? Nou, mevrouw Lloyd-Jones was blij dat die vrouw de beurs instapte en zei eruit. En dat ze niet gelijk antwoord hoefde te geven. Want zij voelde, het antwoord moet nee zijn. Ik ben het niet. En weet je wat ze heeft mogen leren, mede door die vraag? Dat bekering niet alleen nodig was voor die dronkaards. Die getroffen werden onder de prediking van haar man. Mensen die alles gedaan hadden wat God verbood. En die zich niet alleen bij de kerk gevoegd hadden, maar tot God bekeerd. Voor deze mensen was bekering nodig. Maar voor haar, een heel net Engels meisje, was het niet minder nodig. Dat heeft ze mogen leren en dat heeft ze mogen verstaan. En ik hoop dat we het allemaal mogen verstaan, dat als er uiterlijke zaken zijn die ons van de Heere afhouden, ermee breken. Niet morgen, we moeten nog eens een nacht over slapen, vandaag. Als het zo is dat wij uiterlijk onbesproken zijn, dat we ons niet boven anderen verheffen, dat we zondaar voor God worden, dat we gaan verstaan, ik heb een bedorven hart, en dat we zo mogen weten van Gods vernieuwende en vergevende genade, dat geven de Heere. Amen.